Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. En het is tijd voor New England IPA in de vorm van Mudskipper version 7 van de Kromme Haring Brewpub. 5,5% New England style IPA die we gekregen hebben, de Dutch Beer Collective dan. Hebben we het gekregen van Beernami, check op Beernami. Doe even een link naar hun website hieronder in de omschrijvingbox. Toffe bierboxen die je bij hun kunt bestellen. Hartstikke gaaf. En dit is nu de tweede keer dat we een box van ze hebben ontvangen. Ja, het ziet er gewoon hartstikke tof uit. En als je dan ziet wat voor leuke bieren erin zitten. Dus Beernami heeft deze video mogelijk gemaakt. Hartstikke dank daarvoor. Vergeet hun website niet te checken in de omschrijvingbox die je hier onderaan gaat zien. We gaan het nu snel weer hebben over het bier die we dus gekregen hebben. Of ik in dit geval. We hebben allemaal wat bieren van ze gehad. Ja. De Kromme Haring. Ik vind ze geweldig. Ze noemen heel veel wat wild ale, breaded stuff, dat soort dingen. Als je mijn kanaal terugzoekt, kun je een paar hele leuke bieren van ze terugvinden. Een van mijn favorieten is nog steeds een breaded porter, die ik een paar maanden geleden gereviewd heb. En hier hebben we het dus nu over Mudskipper V7, version 7, versie 7. Volgens mij hebben we al eens een keer een Mudskipper op het kanaal gereviewd, weet ik niet zeker meer. Zoek gewoon even op het kanaal, dan kun je dat allemaal wel terugvinden. Ja, ik hou wel van een lekkere lichte IPA de laatste tijd. Ik ben een beetje van die hele heftige bieren afgegaan. Bij vlagen heb ik dan nog wel eens daar zin in. Maar de laatste tijd heb ik op een of andere manier dat ik al die lekkere 4,5 tot 5,5% bieren graag drink. En dat varieert ook wel hoor. Het kan zo zijn dat ik ineens over een paar weken weer denk, bam, ik wil weer voor die grotere, volle dingen. Maar gewoon die session ales, dat je gewoon een paar kan drinken op een avond, een paar verschillende bieren en niet meteen half ladder zat bent. Ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Het bier zelf. Heeft als ingrediënt een water, malt natuurlijk, malt. En dat zijn pale dextrin, oats en wheat. Dus we hebben ook tarwe en haver in deze. Hops zijn Idaho 7, Citra en Eldorado. En voor degenen die er echt verstand van hebben, de gist is WI1318. Het bier is op 16-9-2021 in het blik, of 16-9-2020 in het blik gegaan. Dus hij is nu een maand en een week oud. Dus voor een 5,5% IPA kan dat heus nog wel. Ja, ik ben heel benieuwd. Mudskipper is our New England IPA. The malt bill and London ale yeast give this beer a very hazy appearance and a soft texture. Plenty of dry hop is added during fermentation, where biotransformation creates very expressive and fruity flavors. Every version showcases different hop combinations. Elke versie heeft dus nieuwe hopsoorten. Dus zelfs als ik hem al eerder gereviewd heb, is dit in principe alweer een heel ander soort bier. 33 centiliter, 5,5%. Wat wil je nou nog meer? Wat wil je nou nog meer? Meer van dit. Het bier schenkt inderdaad echt ontzettend hazy murky. Dat is ontzettend hees voor deze. Met een hele mooie witte schuimkraag bovenop. Ja, voor jullie komt hij denk ik iets donkerder, iets karamelliger naar voren dan die is. Maar hij heeft echt zo'n heel mooi dik fruitsap. Ken je die fruitdrankjes die we vroeger kregen? We dachten dat we sap dronken, maar eigenlijk was het gewoon limonade in zo'n pak. Weet je wel, van dat multisap. 50% suiker of zo, weet je. Die kleur heeft dat gewoon. Ik verwacht eigenlijk wel aardig wat tropisch fruit hier vanuit de Citra. Met dan die een beetje wat meer peer en dat soort dingen vanuit die Eldorado. En de Idaho 7, als ik me niet vergis, is echt best wel trouwens zo'n weedy danky. Weet je, van dat mooi harsige bitter. Dus we gaan eens even kijken wat hij doet in de neus. Trouwens, mocht hij er wat donker uitzien, ik ben nog steeds aan het experimenteren met mijn nieuwe camera en de belichting en dergelijke. Dus misschien dat de review iets aan de donkere kant is, maar goed. Het gaat erom wat ik te vertellen heb, niet hoe ik eruit zie. Want als ik een beetje te donker ben, is het alleen maar goed, want mijn kop wil je ook niet te veel zien, toch? Gaan we eens even kijken wat hij doet in de neus. Mooi fruitig, echt veel meer fruit dan ik verwacht had eigenlijk nog. Heel mooi overdreven rijp fruit. Echt dat ikkie stikkie, super fruity. Heel mooi fruitig bier. Super karamellig rijp. Erg rijp. Dat is het woord dat ik zocht. Erg rijp tropisch fruit. Denk aan super rijp zoet mango, perzik, dat soort dingen. Lichte tonen van een beetje citrus. Ja, dit is echt wel een heel erg mooi tropisch fruitbommetje hoor. Ook wel echt een mooi gistkarakter trouwens. Je krijgt echt wel van die fruitige esters ook door. De gist spreekt heel mooi in het bier. En dan doe ik nou de IPA. Mag de gist wel iets meer spreken dan wat je misschien zou verwachten. Van een IPA waarin mensen altijd denken dat het puur om de hopsoorten gaat. Maar wat maakt het nou echt een New England IPA? Dat zijn verschillende gistsoorten. Niet zozeer die hopsoorten. De gistsoorten die doen heel veel dingen.
Die maken gewoon op een gegeven moment van een IPA meer New England style IPA. Heel kort door de bocht trouwens, hoor. Er komt wel heel wat meer kijken dan, bij kijken dan dat, maar gewoon heel kort door de bocht. Ja, hij ruikt in ieder geval fantastisch. We gaan eens even kijken wat hij doet qua smaak. Bernami, hartstikke bedankt voor het mooie bier en proost. Fris bittertje. Licht harsig dennig. Dat is dan die Idaho 7 die toch wel wat meer spreekt, denk ik. Dat Weedy Danky. Hij heeft wel een beetje iets van dat... Ja, hoe moet je dat zeggen? Anjini? Beetje van dat groene ui-achtig, van het lente-ui-achtig. Iets in de finish. Heel klein beetje, heel zacht. Misschien omdat het wat expressiever zou zijn geweest als die iets verser was. Maar goed, dan haak je recht als je met een week drinkt of zo. Over het algemeen is die in de smaak wat minder explosief dan in de neus. Maar voor 5,5% IPA vind ik dat trouwens ook niet heel erg ernstig. Dan vind ik het lekkerder als die wat makkelijker doordrinkbaar is. In plaats van zo'n bier waarvan je denkt, ik moet elke slok echt gigantisch lang analyseren en over nadenken. Dit is gewoon inderdaad een supermooi doordrinkbaar bier. Licht harsig bittertje in de finish. Het fruitige karakter spreekt nog steeds, maar wat minder explosief dan in de neus. Krijg nou een beetje... Een beetje mandarijn en sinaasappel. Ik vind het wel fijn dat het bier niet te overdreven zoet is. Bier moet bitter zijn en die wat bittere, harsige finish zorgt ervoor dat het, ook al is het een New England IPA, dat hij toch wel naar die bittere versies ervan neigt. En daar hou ik zelf persoonlijk wat meer van. Niks mis met die hele super zoete IPA's, maar voor mij moet een bier hoort gewoon mooi bitter te zijn. En absoluut heb je dat hier. Ja, als ik hem een cijfer moet geven, hij eindigt echt heel hoog in de 3,75 tegen 4. Misschien dat hij wel met een 4 op een taart eindigt. Ik vind het echt een hartstikke fijne, lekkere, doordrinkbare New England style IPA van een van mijn favoriete brouwerijen hier in Nederland. Dus ja, wat mij betreft, als je dit een leuk bier lijkt, check even die link naar Biernami. Kijken wat voor pakket daar momenteel klaar staat. Welke boxen er staan. Dit was, dacht ik, Wave 10. Ik weet het niet 100% zeker meer. Daar komt trouwens Wave, Biernami, als in Tsunami, Biernami. Elke box is weer een wave, een golf. Dus dit was, dacht ik, Wave 10. Hou me daar even niet op vast. Dus check nog even die website weer. Onder in de omschrijvingbox doe ik even een link naar. Ze gaat het eens bekijken. Want het is altijd leuk voor die pakketten. Nou, soms heb je wel eens keuzestress. Dan denk je, wat ga ik nou kopen? Wat ga ik nou bestellen? Ik weet het even allemaal niet meer. En als je nou gewoon zo'n pakket hebt, nou, dan komt er van alles aan. En ineens denk je van, hé, dit is leuk, dit is grappig. Daar heb ik niet bij stilgestaan dat ik dat misschien wel zou kunnen bestellen. Nou, dat vind ik zelf altijd wel heel erg grappig. Biernami, nogmaals bedankt voor het hartstikke leuke bier. Ja, dat was hem wel voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingbox vind je links naar al mijn social media en een link naar de Dutch Beer Collective. En op de pagina's van, of de kanalen van Remy, Douglas en Gerben vind je natuurlijk ook reviews van de bieren van Biernami terug. Ik zie jullie allemaal bij een volgende review. Tot dan. Proost.